Hallo allemaal, welkom bij de Spreader Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie regenwormen barbecue uitleggen. Een van mijn vorige filmpjes was regenwormen, omdat dat nou eenmaal het best verkochte spel op de website van 999 Games bleek te zijn. En ik bedacht me eens dat mijn vriendin Inge, die heeft ook regenwormen barbecue, een variant erop. Ik dacht, daar moeten we natuurlijk dan ook maar even een filmpje van gaan maken. We gaan natuurlijk nog steeds dobbelstenen gooien. Dan gaan we nog steeds proberen om wormen te vangen. We doen nu ook slakken mee. We hebben alleen geen domino stenen meer, maar we hebben een grote barbecue grill. En daarop gaan we onze visjes neer proberen te leggen. Laten we maar snel gaan kijken hoe het gaat. De barbecue variant kan je met 2 tot 5 spelers spelen. Ik heb even voor 2 spelers de bordjes neergelegd. We hebben natuurlijk de dobbelstenen waar we mee gaan gooien. We hebben slakken en we hebben de regenwormen. Dit is 1 regenwormpunt en dit zijn 5 punten waard. Dus mocht iemand veel regenwormpjes gaan sparen, kan hij er 5 omwisselen voor een blauwe. Het begin van je beurt is simpel en bekende kost voor de spelers die regenwormen al kennen. Je gaat namelijk als eerste, wat je ook doet, je gaat dobbelen. En nadat je geworpen hebt, ga je dobbelstenen opzij leggen. Elke keer als je gegooid hebt, kies je 1 getal of het wormensymbool en die dobbelstenen leg je dan apart. Het wormensymbool is 5 punten waard en je moet aan het einde van je beurt ook sowieso wormen in je apart gelegde dobbelsteen hebben om een geldige worp te doen. Dus als je gelijk 3 wormen gooit, is dat prima. Dus die zet ik alvast apart. 3 wormen. Een worm is dus 5 punten waard. En 3 keer 5 is 15 punten. Is nog niet genoeg, want je moet dus minstens 23 punten gaan gooien om sowieso tot een geldige worp te gaan kunnen komen. Overigens, bij de normale regenwormen heb je 1 tot en met 5 en is de worm dan de extra 5. Bij deze variant is de worm gewoon de 5 op de dobbelsteen en heb je ook nog een 6 erop zitten. Dus je hebt gewoon 1 tot en met 6, waarbij de 5 is vervangen door de worm. Maar goed, 15 punten was dus niet genoeg, dus we gaan nog een keertje gooien. Nou, een 6 is altijd goed. Ik kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de 3 apart te leggen. Je mag altijd alleen maar iets apart leggen wat nog niet apart ligt. Had ik nu een worm gegooid, had ik die niet apart mogen leggen, want dat heb ik al een keer gedaan. Nou, ik leg de 6 apart, dan zit ik op 21 punten. Ben ik er bijna, maar nog niet helemaal. Gooi ik nu alleen nog maar 6 en wormen, dan heb ik dus een probleem. Ben ik af, want dan heb ik iets gegooid wat ik niet apart kan leggen. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Dat gaat goed. We gooien 2 enen. Leg ik die apart. En je mag net zo lang doordobbelen als je wil, / als je durft. Maar ik vind het nu wel goed geweest. Ik heb 23 gehaald, dus ik heb precies het laagst mogelijke getal gegooid. En dat betekent dat ik 1 bordje daar neer mag leggen. Want is de plek op de grill nog vrij en gooi je dat getal, dan mag je jouw bordje daar neerleggen. En krijg je het aantal wormen wat onder dat getal staat. In dit geval 3. Dus dat is een goede beurt voor Geel. Hij krijgt 3 wormpjes in zijn voorraad. En dan is de volgende speler aan de beurt. Nou, die gaat ook weer dobbelen. En stel die gooit 26, die krijgt dan een wormpje. En zo ga je proberen die te getallen te gooien. Want het makkelijkste qua worpen is natuurlijk, qua beurt, is iets gooien wat nog vrij is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je iets gaat gooien en dat daar al een bordje ligt. Dat kan dan je eigen bordje zijn of het bordje van een tegenstander. Stel dat ik nu in mijn beurt 26 gooi, dan zou ik normaal gesproken hier mijn bordje neer mogen zetten, maar daar ligt al een bordje van een andere speler. Gooi ik nu 26, dan geef je het bordje van die speler, die moet het aantal wormen wat daaronder staat, moet die speler aan jou geven. Dus hier ligt 1 worm onder, dus voor straf moet blauw nu 1 worm aan jou geven. Blauw moet zijn bordje weer terugnemen en jij zet jouw bordje ervoor in de plaats. Dus gooi je het getal waar een tegenstander op ligt, krijg jij het aantal wormen van die tegenstander en het bordje verplaats je voor jouw bordje. Dan kan het ook nog zijn dat ik nu nog een keer 26 gooi als ik aan de beurt ben en dat mijn eigen bordje er ligt. In dat geval plaats je een 2e bordje erop, krijg je nog steeds het aantal wormpjes wat eronder staat, dus nu 1 uit de voorraad. En dit getal is vanaf nu geblokkeerd. Zodra er 2 bordjes van 1 speler liggen, is dit getal geblokkeerd en gooit iemand hierna 26, dan heeft hij een ongeldige worp. Nou, wat doet een ongeldige worp? Stel je gooit lager dan 23, dan heb je sowieso een ongeldige worp. Of gooi je een getal, stel nu weer die 26, dan is die al bezet, is dus ook een ongeldige worp. Je worp is ook ongeldig als je de hele tijd gedobbeld hebt, maar je hebt geen 1 worm bij je eindresultaat. En je worp is dus ook ongeldig als je allemaal getallen opzij hebt gelegd, bijvoorbeeld 1 en 3. En in je volgende beurt gooi je dan alleen nog maar een 1 en een 3, waardoor je niks apart kan leggen. Ook dan is je worp ongeldig. Gooi je een ongeldige worp, hoef je in dit spel gelukkig niks in te leveren. Het enige wat je doet is, je pakt een slak en die leg je op het hoogste nog lege veld op het bord. In dit geval de 36. En vervolgens mag de volgende spelen.
Ligt nu het hele veld al vol met bordjes en kan je de slak niet kwijt, dan ga je kijken naar het hoogste getal waar maar één bordje ligt. Dat bordje gaat terug naar de eigenaar en daar komt de slak voor in de plaats. En in dit geval krijgt de eigenaar dus zijn bordje terug zonder wormen daarbij. Alleen het bordje krijg je terug. Dan gaan we even terug naar als je worp wel lukt. Stel je gooit een getal waar een slak op ligt. In dit geval bijvoorbeeld we gooien 35. In dat geval krijg jij de slak. Maar leg je geen bordje neer en ontvang je ook geen regenwormen. Je pakt alleen de slak. Maar dat hoeft niet slecht te zijn, want die slak is aan het einde van het spel 3 punten waard. Stel nou dat je 37 omhoog gooit, die staan niet op het bordje. Dan mag je als beloning een slak uit de voorraad pakken. Dus in plaats van dat je dan iets van het bord pakt, krijg je een slak uit de voorraad. Is de voorraad leeg, maar liggen er nog wel slakken op het bord en gooi je 37 of hoger, dan mag je de slak bij het hoogste getal wegpakken en dan krijg je die. En tenslotte, en dan gaan we al naar het einde van het spelletje, gooi je 37 of hoger, liggen er geen slakken meer in de voorraad en geen slakken op het bord, dan is het spelletje afgelopen. En het spel is ook afgelopen als iemand een mislukte worp doet en er kan geen slak meer op het bord gelegd worden. Dat kan zijn omdat de slakken in de voorraad op zijn, of dat kan zijn omdat er gewoon geen vrije plek is op het bord meer waar een slak bij gelegd kan worden. En dan is het een kwestie van tellen. Wie heeft de meeste punten? Dus je telt je wormpjes bij elkaar op met de slakken erbij. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar. En hebben we een gedeelde winnaar, dan wint de speler van wie het bordje op het hoogste getal ligt. En dat is dus de barbecue variant, waarbij we dus geen domino steen hebben die we gaan verzamelen, maar we gaan onze fiches op het bord zetten. Het spelletje is wat vriendelijker als je een mislukte worp gooit, omdat je dan niks kwijtraakt, maar gewoon een slak op de barbecue gaat gooien. Maar je kan nog steeds wormen kwijtraken aan tegenstander als die precies het getal gooien waar jouw bordje op ligt. Want dan zeggen ze, hé, jij je bordje inleveren. Ik krijg die wormen van jou die eronder staan en vervolgens zet die andere speler zijn bordje daar neer. Dus je hebt wel constant een gevecht op de barbecue om bordjes te mogen plaatsen. Mochten jullie nog vragen over deze regenworm barbecue variant hebben of over regenwormen in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.